Kutreclames 2020, deel 2. Jazeker. Eerder dit jaar heb ik al kutreclames gemaakt. Daarin kwamen onder andere deze aan bod. We zijn soms zoveel met onze... En deze. Ouch, bang. Oh. En ook deze. Altijd Harris. Altijd Harris. Oh, oh, oh. Voor de mensen die mij nog niet zo lang volgen, kan ik je vertellen dat dit mijn allereerste YouTube-serie ooit was. Kutreclames, jazeker. Weet ik veel hoe lang geleden begon ik er al mee. Dat was wel even van een ander niveautje. Laten we beginnen met de reclame. Ik maak me zin niet eens af. Ik vind het nu al een feest. Serieus, voor mij altijd spannend, kutreclames. Kijk, 5 jaar geleden kon ik zeggen wat ik wilde. Kon ik doen wat ik deed. En maakte het allemaal geen reet uit. Tegenwoordig zitten al die reclamemakers te kijken en denken ze... Oh shit. Gaat Calvin me pakken? Dus voor mij wordt het ook steeds spannender. Zo spannend zelfs, dat het misschien wel slim zou zijn... überhaupt geen kutreclames meer te maken. Maar dat is voor mij geen optie. We moeten minimaal 1 keer per jaar... die kutreclames eventjes beoordelen. Voor de oplettende kijker, die al de hele maand kijkt... het is nog steeds Kelsember. De maand waarin ik elke dag upload. Dit zie je het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dat aantal... Als het binnen 24 uur lukt, komt er morgen weer een nieuwe video. Daarnaast geef ik ook deze hele maand elke dag een limited edition paprika hoodie weg. Let's go! Hij is exclusief. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op deze gratis hoodie... is je Instagram achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. Elke dag een winnaar, elke dag prijs, elke dag feest. Kutreclame numero uno is het meest aangevraagd. Ik kon er niet omheen. En afgezien van het feit dat ik Thomas Akda en het regent zonnestralen... en Akda de Munnik fantastisch vind, vonden jullie, en ik ook wel een beetje... deze reclame afgrijzelijk. Ik ga stuk van Lidl. Die vindt men verschrikkelijk. Wat zei je auto? Ik ga stuk. Wat zei je verhuisdoos? Ik ga stuk. Wat zei je vaatwasser? Ik ga stuk. 3 keer dezelfde grap in 45 seconden. Laat ik beginnen met zeggen dat dit de stem van het volk is. Ik ben hier gewoon om even aan het daglicht te brengen wat de Nederlander vindt. En de Nederlander vindt deze reclame niet zo geweldig. Wat zei je auto? Ik ga stuk. Je zegt dit niet. Als iemand in de stromende regen staat. Normaal gesproken doen mensen dan... Oh, hey, gaat alles goed? Kan ik anders helpen? Oké, dan succes ermee, ja, dag. We kennen elkaar niet. Hij zegt echt, ik moet naar die flat. Deze papi denkt, nee, wacht even. Ik ga gewoon echt de kutste joke ever maken. Waar moet je heen? Naar die flat daar, ik ben aan het verhuizen. Naar die flat daar, ik ga... Je weet wel dat je diehard aan het verhuizen bent. Als je verhuisbus vol staat met 2 verhuisdozen, een bezem en een voetbal. Niemand verhuist op die manier. Ik vind het geluidseffect zo mooi. Ik vind het zo... Oh, kut. Ja, sorry jongens, ik liet even wat vallen. Je zag, maar je hoorde het wel, dus... Wat zei je vaatwasser? Ik ga stuk. Nee, stop! Met ik ga stuk. En weet je wat het mooie is? Lidl. Heeft het reclametrucje van Albert Heijn een beetje afgekeken. Want in Albert Heijn reclames heb je die familie en die komt steeds weer terug. Dat is als een soort soapserie. Dus bij Lidl komt Thomas Akda met die knakker ook de hele tijd terug. Feest! Eerste boot is. Ja, gewonnen. Hoe dan? Hoe dan? Misschien door de lift. Die letterlijk achter hem dicht gaat. Tot zover de Lidl. Doe ermee wat je wil. We gaan door met Strato. I feel Strato, always Strato. Hij is echt een rampzalige reclame. Voor de mensen die het niet weten, deze gozer met zijn blonde witte sneeuwkapsel is... Happy Baxter. Dat is de leadzanger van een band genaamd Scooter. Und Scooter is een Duitse Eurodance band. Zij zijn een soort legends in de Eurodance scene. Maar 3 keer raden. Nederlanders van tegenwoordig boeit dat niks meer. Domain, mail, website and more. Wicked, das gibt's also alles bij Strato. Wicked. Domein, mail, website, hosting, server en more. Dat is niet wicked. Dat is gewoon standaard. Elke hostingpartij heeft gewoon dat. Wow. Kun je bij de Lidl eten halen en drinken en groenten en fruit? Wicked. Nee, dat kan in elke supermarkt. Vraag me dan af, waarom doen we dit gewoon niet even in het Nederlands? Kies gewoon Dries Roelvink uit of zo. En dan gewoon zeggen, oh domein, zo, dat is gaaf. Kijk, dan bereik je die echte Nederlanders. Ja klar. En daar moet dan richtig veel power rein. Christian Boing, CEO Strato. Het is altijd mooi dat de CEO van een bedrijf zichzelf even in die reclame stopt. Dat hij denkt, oké, ik heb tering voor geld, status, ik heb aanzien, ik heb macht. Wat wil ik nog meer? Oh ja, een soort van net niet bekend worden. Dus stop ik mezelf maar in die reclame. Zegt de man die 2 keer per week voor de camera zit. Maar dat maakt niet uit. Mail and your name as a domain. Laten we eerlijk zijn, die megafoon vraagt er natuurlijk om, hè. Wicked. Heeft er iemand hier nog wat laxeermiddel liggen? Want ik moet al de hele dag schijten.
Man van mijn hart, CEO. Wat een prachtige vent. Wow, wat een performance. Wicked, yeah. Wicked, yeah. Het is een beetje alsof je naar de set gaat en dat je denkt, oké, ja, ik wil het eigenlijk een beetje zo doen. Wow, man. Vet, ja, oké, gaan we doen. En dat dan de regisseur zegt, nee, het moet nog iets onrealistischer. Wow, fucking hard, ouwe. Gaaf. Nee, nog onrealistischer. Wow, dik, man. Nog onrealistischer. Wicked, yeah. Ja, dat wil ik zien. Perfect, perfect. Nou, dan gaat hij dus optreden. Including mail and your name as a domain. Wat doet die in godsnaam? Including me! Hou je bek gewoon. With no pain. With no pain? Nou, ik pijn in mijn hele lichaam als ik hier naar kijk. Ergens nog, hij denkt ook echt dat hij vet is. Hij is fucking hard, man. Ik heb een paar miljoen gepakt voor die samenwerking met Strato. Nou, daar ben ik ook een artikel tegengekomen. Een interview met deze gozer. Daarin zegt hij dus dit. Hoi HP, je bent momenteel op tv te zien met Strato. Wat vond je van toen Strato je vroeg om een testimonial? Waarop hij antwoordt. Ik vond het meteen een goed idee. Het merk past thematisch bij mij. En ik vond het script grappig. Nee, je vond het bedrag gewoon leuk. Zeg dat gewoon. Strato van het bolle pak met die oranje bordjes. En dit ben jij. Past toch voor geen meter? Het is hetzelfde als dat ik vind dat ik bij het merk Pampers pas ofzo. Goed, tot zover. I love Strato. Optieven nou. We gaan verder. Nootje. Why not? Muziekje. Why not? Ze hebben mijn tune gekozen. Nee, oké, okay, grapje. Heb ik zelf ondergezet. Ga hem luisteren dan op Spotify. Dankjewel. Dit was het muziekje. Why not? Fucking gruwelijke tune. Eerlijk is eerlijk. Oké, okay, grapje, dat is niet het liedje. Dit is het echte liedje. Why not? Klaar met de grapjes, Kelvin. Drie keer dezelfde grap. Kan niet. Het is geen ik ga stuk. Nee, ga gewoon verder. Oké, okay, is goed. Limbo? Why not? Zakken! Sinds wanneer bestaat het? Wikipedia, kom maar. De geschiedenis van Duivis ving aan met Theeuwis Duivis, die in 1806 een oliemolen in de Zaanstreek erfde van zijn oom. Oké. 1806. Duivis bestaat dus al meer dan 200 jaar. Na 200 jaar was het beste wat jullie konden bedenken. Why not? 200 jaar! Wicked, yeah! Limbo? Deze guy is gewoon keihard aan het spacen hier. Why not? Why not? Nou ja, misschien hè. Omdat je aan het weg bent. En je bent een beveiliger, dus misschien moet je niet gaan limboen. Klein tipje van mij. Why not? Echt jongen, ik heb nog nooit iemand dit zien doen met zijn klauwen. Met limbo doe je ook niet dit. Limbo dancing. 8.5 inches in 2010. Tering hè, dit is ziek. Ik weet niet wat er in die nootjes zit, maar ik denk dat ze een aantal nootjes hebben vervangen met ecstasy of zo. Want dit, deze gasten gaan lekker ouwe. Vraag me af hoe die pitch is geweest van het reclamebureau. Dat reclamebureau naar Duivis toe gaat en zegt, jongens, luister goed, twee bewakers en nootjes, maar het lijken zeg maar wel pillen. En dan muziekje en limbo onder die balletjes dus door. Komt de vrouw binnen en dan, kut. Hè? Vet toch? Op zich een leuk idee. Het eerste woord wat bij mij opkomt is, wicked! Veelvuldig aangevraagd. Bingo, bingo, bingo. We gaan beginnen. Bingo ontspant. Bingo verbindt. Nummer 7. Velens. Maar bingo is het leukst. Bingo. Als je wint. Bingo. Bingo. Wicked. Het is vooral het einde wat ik niet helemaal lekker vind lopen. Kijk, als je wel eens een avondje SBS hebt gekeken, dan weet je dat deze reclame ongeveer 18 keer per uur langskomt. En dat je er helemaal uit je knetter van gaat. Dat je elke keer weer die bingo, bingo, bingo. Nee! I love Meiland. De Toon Meiland, that's my shit. Maar deze reclame, deze is vaak ingestuurd. Nou kan ik niet echt direct op deze reclame ingaan. Maar ik wil een voorstel doen aan SBS. Zonder mol als je kijkt. Ik heb een 2.0 versie gemaakt. Een absolute hit. Reclame van het jaar, internationaal. Kijk maar mee. Joef! Fuck aan Dreddies! Nieuw, de Bingo Striptease. Kut, nee, die. Het is heel simpel. Nummer 7. Trek dat spul nou maar uit, doe maar. Hoezo stuur je mij naaktfoto's? Wij geven jou een ton. Kichie. En jij trekt je kleren uit. Doe maar. Voor maar 100.000 euro gaat iedereen uit de kleren. Strippen, strippen. Vriendenloterij, mocht je serieus interesse hebben in deze reclame, mail dan. Sluit een goed deeltje. 100.000 euro mag je hem hebben. En nog een kutreclametje, eerlijk. Broccoli dood. Nee. Borotalco. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Want wij Hollanders gebruiken gewoon Axe of Nivea. Maar Borotalco just entered the market.
Nu wil je alles. Het natuurlijke microtalk die... Onze deodorant. Dat is het meest awkward eerste date ever. In een soort van perfect Teletubbyland. Laten we beginnen bij het begin. Wie de fok fietst hier midden in een weiland? Zonder reden. Het is een weg. Waarom doe je zo moeilijk? Nu wil je alles. Die eerste zin is al goud. Ik hoef echt niet alles hoor. Ik hoef geen strafblad. Ik hoef geen corona. Ik hoef geen SOA. Ik hoef niet alles. Wie heeft deze zin geschreven? Nieuw Boa Talco deodorant met natuurlijke microtalk. Natuurlijke microtalk. Het klinkt als een klein praatje wat je even met je buurman maakt als je op straat loopt. Hey buurman. Hey Kelvin. Weet je? Ja, weet je. Oké, doei. Hey, bedankt voor de microtalk. Later. Boa Talco, de nummer 1 in Italië. De nummer 1 in Italië. Ja, vind je het gek? Zat het tyfus warm daar in Italië. Beetje pizza vreten, een beetje ijs wegtikken. Deodorantje eronder. Top, hé. Onze deodorant. Wie kust zo? Ik heb nou 9 jaar een relatie. Ik heb in die 9 jaar nog nooit Nina zo gekust. Maar het wordt nog beter. Het allerlaatste shot heb ik er nog even voor jullie geheim gehouden. Het is werkelijk waar prachtig. Hoe zij op een fiets zit. Geniet ervan. Stop de transpiratie. Ik zit op een fiets. Wie zit er zo op een fiets? Je zit zo in een achtbaan. Woohoo! Wicked! Yeah! Strato! Wicked, Calvin! I love you! Ja, Strato! Yassi! Strato! Always Strato! Ach, tot zover kutreclames, dames en heren. Like de video, dan komt er morgen weer een nieuwe. Tot dan! De groeten, later. Ho, ho, ho! Merry Christmas!